Trainer Erwin Koeman bleek een talentvol voetgolfspeler te zijn, ondanks dat de bal hier terugwaait in de sloot. Koeman was blij met een moment van ontspanning in de aanloop naar de wedstrijd tegen NAC. Ja, leuk. Het is een keer weer anders. We hebben goed weer en iedereen is enthousiast, dus het is mooi om te doen. Ja, enthousiasme zag ik net ook. Een hole-in-one bij de laatste hole. Ja, de trainer, hè. Ik denk dat ik de enige ben vandaag die een hole-in-one heeft gemaakt, dus het is altijd leuk. Hoe zijn dit soort dagen voor de teambeelden? Hoe belangrijk is dat in je ogen? Nou, het is ook even een break van de week. En kijk, we hebben het weekend geen wedstrijd. Dus ja, dan is dit even leuk om een andere bezigheid te doen. Ondanks dat het toch ook voetbal is. Maar iedereen die vindt het leuk en iets anders. En ik denk dat het altijd goed is voor de geest. Ja, voor de teamgeest in ja, richting twee hele belangrijke wedstrijden. Dan de eerste wedstrijd erbij pakken tegen NAC. Hoe leeft die al binnen de selectie? Nou ja, die wedstrijd leeft al van het moment dat we tegen PEC Zwolle geëindigd zijn. Althans, bij mij en bij de staf wel. Dus, en bij de jongens, daar hebben we het deze week ook al over gehad, over die wedstrijd. Ja, tuurlijk. Zowel bij NAC als bij RKC leeft die wedstrijd enorm. En kijk, het is nu nog anderhalve week tot de zondag. Maar vanaf maandag denk ik dat we alles echt de focus op zondag moeten hebben. Ja, wat ik ook bedoel met die vraag, het leeft bij de selectie, maar het leeft ook bij de supporters. Want ja, net als bij Roda, dan gaat er weer een hele schare aan supporters mee richting Breda. Ja, nou ja, het is ook een wedstrijd van alles of niets, denk ik. En zij hebben een beter doelsaldo, dus dat houdt in dat wij, denk ik, aan een gelijkspel niet genoeg zullen hebben. Of zij moeten met dikke cijfers verliezen bij PSV en wij moeten met een nulletje of vijf winnen van Heerenveen. Dus onze optie, er is maar één, we moeten winnen. Ja, we moeten winnen. Als je ziet, die wedstrijd tegen Roda, waar zoveel supporters bij waren, geeft dat een extra boost aan het team? Ja, dat heeft absoluut een boost gegeven. En zaterdag bij de wedstrijd waren er ook al een aantal honderden supporters op het veld. En zondag bij de wedstrijd, dat merk je gewoon. Kijk, voor mij was het de eerste keer dat er zoveel supporters mee waren na een uitwedstrijd. En die uitwedstrijd verliep voor ons gelukkig gunstig. En het zou geweldig zijn als er weer zoveel mensen in Breda zijn. Lijkt me heerlijk om dit soort finales te kunnen spelen. Ja, natuurlijk, als je wint helemaal.